Ja, even door op die diplomatieke positie van Nederland. Want ik denk zelf ook wel dat die schade is aangedaan door deze handelswijze. En de minister geeft zelf ook eigenlijk aan, ja, in eerste instantie wilden we voorstemmen, ook gezien die diplomatieke positie. Ze zegt ook, ik heb het op een diplomatieke manier gedaan. Maar mijn vraag aan de minister is, hoe is het overgekomen bij andere partijen? Is het ook opgevat als een diplomatieke geste? Lopen we gevaar bij andere onderhandelingen die we nu nog moeten voeren, bijvoorbeeld over het mestbeleid? Minister. Ja, ik sta heel even in dubio, omdat ik niet. Het is gewoon echt niet gangbaar om in te gaan op de individuele gesprekken die je voert. Als ik dat wel zou doen, dan zou ik die positie ook kwijt zijn. Dus laat ik dat hier maar niet doen. Want we kunnen ze zomaar nog nodig hebben de komende tijd. Diplomatiek betekent. Ik heb gewoon heel erg onze situatie uitgelegd. Dat het kabinet, dus heel technisch gehouden, het kabinet was voornemens om voor de natuurherstelverordening te stemmen. Wel met een stemverklaring, want we hebben grote zorgen. Dat is geen verrassing. Het parlement heeft een motie aangenomen in ruime meerderheid. Die vraagt mij ook om op zoek te gaan naar een blokkerende minderheid. En die motie voer ik uit. Zo werkt dat in Nederland. Dus dat is de boodschap waar ik mee op pad ben gegaan. Overigens, voordat hier het beeld ontstaat dat ik dat in mijn uppie doe. Maar sinds juni 22, er is een ambtenarenteam bezig met de natuurherstelverordening, maar ook de PV in Brussel. En dat is echt gigantisch wat voor werk zij hebben gezet, hoeveel ze hebben bereikt. Dat wil ik benoemen, omdat ook de afgelopen 2 weken ik natuurlijk ook op hun advies vaar. Zij doen heel veel voorwerk, hebben contact met lidstaten, maken analyses, waar is het kansrijk om contact op te nemen. En dat advies volg ik dan ook op. Dus ik heb iedere dag, ik was vorige week in Vietnam, iedere dag om een update gevraagd. Waar staan we? Waar zijn kansen? Hun adviezen vooral opgevolgd, wie ik wel of niet moest contacten en op welke manier. Mevrouw Roemet. Ja, voorzitter, ik snap dat in de diplomatie je ook niet altijd transparant kunt zijn over alles wat daar besproken is. Maar ik heb dan nog wel één specifieke vraag in algemeenheid. Want ik kan me voorstellen dat een heleboel landen hier ook naar kijken in het kader van de verkiezingsuitslag in Nederland. Is dat ook iets wat de minister teruggehoord heeft? De minister. Nee. Ik denk, dat is gewoon de openbaarheid, dat de Milieuraad van afgelopen maandag heeft laten zien hoe collega-lidstaten wat ze ervan vinden. Dat is heel transparant en in de openbaarheid, zoals dat ook in een Europese democratie hoort. De heer De Groot. Ja, voorzitter, daar had ik inderdaad een vraag over maandag, want we hebben inderdaad in de krant kunnen lezen dat Nederland echt door 19 lidstaten de mantel is uitgeveegd, dat er echt iets ongekends en historisch is gebeurd in Europa. Nederland als een van de founding fathers. Het is niet zomaar iets wat met diplomatie nog op te lossen is. Er is echt een groot ongeluk gebeurd voor Nederland. Dus er is 1 keer eerder zoiets voorgekomen toen Duitsland naar de onderhandelingen over de eisen aan de motoren, toch uiteindelijk ook tegemoet was gekomen en ook op dat moment toch niet heeft ingestemd. En dat is een gebeurtenis die in de Europese geschiedenis een rol zal spelen. Want als dit elke keer gebeurt, is het een einde van Europa. Dus toch even de vraag aan de minister. Is de minister van mening dat die diplomatieke manier waarop ze dat heeft geprobeerd ook het gewenste effect heeft gehad? De minister. Ja, dat gaat de toekomst uitwijzen. De minister vervolgt daarmee.